zijn honderden films gebaseerd op waar gebeurde verhalen. Maar hoe accuraat zijn deze films eigenlijk? We zetten 5 historische filmfouten voor jou op een rijtje. De kaskraker Gladiator uit 2000 speelde zich af in de Romeinse tijd. En een groot gedeelte van de film is gebaseerd op waar gebeurde gevechten die gefilmd zijn in het Colosseum. En ook al hebben de makers echt hun best gedaan om alles zo gedetailleerd mogelijk na te maken, toch zaten er wel wat bijzondere elementen in deze Oscar-winnende film. En zo zien we tijdens een van de gevechten een gastank en een van de gevechtsauto's. En dan wisten we natuurlijk wel dat de Romeinen hun tijd ver vooruit waren, maar dit is wel heel vooruitstrevend. Daarnaast zitten er mensen in het publiek die niet altijd even goed gekleed zijn. Als je heel goed oplet, dan kun je zien dat er een aantal mensen tussen zitten die duidelijk hebben geshopt in winkels uit de toekomst. Hoewel de film It zich afspeelt in 1988-89, zien we behoorlijk wat moderne technologie in deze film. Waren deze beveiligingscamera's er bijvoorbeeld al in die tijd? Give me a photo of that. That's all we got. Kidding me? En als je hier goed kijkt, dan zie je een geparkeerde Jeep Compass uit 2015. Het verhaal van Mulan zou zich afspelen tijdens de Han-dynastie. Vreemd, want we zien een groot gedeelte van de Chinese muur die pas gebouwd is na 1368. Ruim 10 eeuwen later dus. Daarnaast zien we vereenvoudigde Chinese tekens op Mulan's arm. En dat geschrift werd pas in de jaren 50 van de vorige eeuw geïntroduceerd. In de Amerikaanse remake van de Heineken-ontvoering met in de hoofdrol Anthony Hopkins zat een niet te missen fout. Er werd namelijk in de scène uit groene flesjes bier gedronken. En die waren er nog helemaal niet in 1983 toen de biermagnaat ontvoerd werd. Something big. How big? 60 miljoen. Nou, misschien hadden de makers een beetje voor bier op. Als het einde van de film Titanic nadert, dan zien we bemanningsleden op zoek naar overlevenden in het water. Met zaklampen. Maar in 1912, toen dit verhaal zich afspeelde, waren zaklampen pas net uitgevonden. En die werden eigenlijk nog nauwelijks gebruikt. Is there anyone alive out there? De superheldenfilm Captain America speelde zich af in de Tweede Wereldoorlog. Wel vreemd dat soldaat Jim Morita een headset op had die pas gemaakt is in het jaar 2000. En ken jij nou nog andere historische filmfouten die ook zeker in dit rijtje thuis horen? Laat het dan weten in de comments hieronder.